FC Twente tweede. Beide ploegen met één mutatie. Roda zonder Alfons Groenendijk. Die vanwege een gebroken middenvoetsbeentje tot de winterstop uit de roulatie is. Bij FC Twente ontbreekt Patrick Bos. Manuel Sanchez-Torres van Roda is een oud Twente-speler. En hier brengt hij de bal nog eens in. En die gaat meteen binnen. Roda leidt. Komt het doelpunt op naam van Sanchez-Torres of van Mulgen? Dat is de vraag. Sanchez-Torres aan de rechterkant weggestuurd. Meteen de eerste de beste actie binnen 30 seconden. Ook in tweede instantie krijgt hij de bal voor het doel. En Roda leidt met 1-0. Huistra. Daar is Roda's balbezit alweer. Nu was het Hansen die de bal heroverde. Geen overtreding van Huistra, zegt de Munnik. Dus Twente nu op pad. Schmid. Maar het Twentse plezier is weer van korte duur. Nu Nulgen. 1 tegen 1 achterin bij Twente. Want Rutte speelde ervoor. En dat is helemaal niet zo'n gek schot van die Nulgen. Lipone met Fraser. Vrije trap. Ook André Pauws is mee voorin. En is die bal erin of is hij er niet in? De grensrechter zegt van niet. Curieus moment met chaos voor Nederburg. Het was in eerste instantie Keur die hem op het hoofd nam. En vervolgens een aantal schijven. Met ook inderdaad André Pauws daar in de buurt. Maar Nederburg valt nog net voor of op de doellijn op de bal. Vonk zit er zeker te ver vandaan om te kunnen beoordelen of die bal over de lijn geweest was. Ballen. Keur. Ja, goed Keur. Dat is toch typisch Piet Keur. Eerst zich losmaken van Fraser. En dan van een meter of vijf buiten het strafschopgebied uithalen. En daar heeft Roda natuurlijk alle geluk van de wereld dat die bal terugkomt van de paal. Rutte. Maar waar zit het gaatje in de verdediging? Misschien bij de voorzet van Rutte. Kans voor Schmid. Souverijn verdedigt. Souverijn bijna in staat om ook nog Scharmin af te proeven. Van Loen. Krijgt een vrije trap, John van Loen. Elsinga deed het. Elsinga die nu verdedigen moet tegen Blätter. Sanchez-Torres is achterin. En Van Loen krijgt de bal niet achter de koning. Curieus moment natuurlijk. Eerst die kopbal van Sanchez-Torres waarvoor de koning zich al moest trekken. En toen Van Loen die niet slaagde om te scoren. Bal. Keur. En goed schot van Keur. Even goede reactie in Nederburg. Jan Reker gaat wisselen. En hij haalt Wilbert Souverijn. Toch duidelijk geblesseerd aan zijn loop te oordelen naar de kant. In zijn plaats komt Broeders. Onmiddellijk Liebrechts bellen daar. Ja.
pauze. De hand van Fraser voorkomt dat die bal aankomt bij Keur. ...35 meter van het doel, maar dat is een afstand waarvoor bijvoorbeeld Rutte niet terugspreekt. En Nederburg ook niet voor het schot van Rutte. Goed moment. Rutte. Paus. Hoofd van Fraser, een eigen doel. Oh! Henk Fraser wilde de bal daar voor de tegenstander weghalen. En passeert vervolgens zijn eigen doelman Jan Nederburg. Jan Nederburg, die hem nu ook probeert weer moed in te praten voor het vervolg. Want de rest er nog dik 27 minuten. Henk Fraser die de partij op gelijke hoogte brengt. Roda komt daar verdedigend prima uit. Van Loen. Goed gedaan. Blättler. Alleen Sanchez Torres is voor het doel. En daar komt Van Loen. No, goede aanval. Sanchez Torres, goed. Boerbach. Zoekt naar de ruimte voor een schot en dat scheelt helemaal niet zo gek veel. Fraser. Nijenhuis. Boerenbach. Wat een zwakke ingrijpen en daar heeft dus Nederburg alle geluk van de wereld. Tweede inzet van Keur stopt die. Maar het schot van Nijenhuis was de hoofdfactor van deze aanval. Terug van de lat. Misschien dat Roda nog één keer kan aanzetten. Van Rossum. Dat is niet het geval. 1-1. Twente blijft een punt voor op Roda, dat gezien de manier waarop de gelijkmaker constant kwam, het minst gelukkig zal zijn met dit gelijke spel.